De huurverhoging voor sportverenigingen in de stad wordt met een jaar uitgesteld. De verhoging wordt nu op zijn vroegst in augustus 2016 ingevoerd. Het stadsbestuur is nog in overleg met de sportverenigingen hoe zij deze huurverhoging kunnen opvangen. De kosten voor het later invoeren van de maatregelen bedragen ruim €500.000. Omdat we dus nog dit traject over hoe het er dan uit zou komen te zien nog zouden moeten doen. We hebben altijd gezegd van ja, we willen gewoon echt ook vanuit de inhoud kijken naar wat nou echt een goed sportbeleid is voor de stad Groningen. Dat willen we niet alleen doen, maar ook echt samen met de verenigingssport onder andere. Dus dat traject zijn we ingegaan. In aanleiding van dat traject hebben we gezegd, nou dan zien we al dat 1 augustus dus iets te dichtbij komt. Dus dan moeten we daar iets meer tijd voor nemen en dan stellen we het een jaar uit.